Hey, goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Deze podcast gaat over iets wat wel een beetje in de mode lijkt. En dat is namelijk dankbaarheid. En ik zeg eigenlijk ook meteen, in mijn beleving is het toch niet voor niets in de mode, zullen we maar zeggen. En zie je in het persoonlijke ontwikkelingsgebeuren dat heel veel mensen het hebben over dankbaarheid. En dankbaarheid lijkt heel klein. En voor sommige mensen zelfs een beetje overdreven. Maar ik weet uit eigen ervaring, maar ook met mijn klanten, wat het kan doen, wat voor verschil het kan maken. En het eerste wat eigenlijk in me opkomt, is dat angst, of ja, moet ik het zeggen, angst en een beetje de negativiteit kan niet samengaan met een houding van dankbaarheid. Je kunt bij wijze van spreken niet echt op hetzelfde moment hartelijk dankbaar zijn. Zoals sommige mensen dat noemen, afgestemd zijn op liefde. En ondertussen bijvoorbeeld haat en woede en frustratie voelen. Het dwingt je als het ware om toch even een ander perspectief aan te nemen. En er zijn ook heel veel onderzoeken geweest, onder andere naar soldaten met een posttraumatisch stress syndroom. Wat de invloed van dankbaarheid is. En je ziet ook vaak dat mensen die in een crisis terechtkomen. Dat kan van alles zijn, hè? Ziekte, bijvoorbeeld ziekte van iemand zelf of ziekte van een belangrijk iemand in de omgeving, baanverlies, noem het allemaal maar op. En heel veel dingen die voor heel veel mensen gewoon heel veel impact hebben. En wat je dan vaak merkt, hè, dat je dan nog maar één wens hebt, bijvoorbeeld dat je beter wordt of dat iemand beter wordt of dat je weer je rekening kan betalen, whatever. Maar in elk geval iets. Waardoor de aandacht alleen maar gelegd wordt op datgene wat dan het allerbelangrijkste is. En dan voelen we vaak wel, hè, als dat bijvoorbeeld opgelost wordt of het gaat de goede kant op, vaak even die intense dankbaarheid. Maar, en daarvoor het intense verlangen of intense hoop. En daarna gaan we vaak weer over op de orde van de dag. En dat is natuurlijk goed, hè, om ook over te gaan op de orde van de dag. Maar in mijn beleving is het ook heel erg helpend en goed en ontnuchterend zelfs om elke dag, bijvoorbeeld op een vast moment, maar het hoeft helemaal niet een vast moment, het kan ook meerdere momenten zijn op een dag, maar even heel erg bewust stil te staan bij de voor jou ogenschijnlijk vanzelfsprekende dingen. Dat die helemaal niet per definitie vanzelfsprekend hoeven zijn. En dat je daar best wel, je moet, klinkt zo, maar een bepaalde dankbaarheid voor mag hebben. Het helpt door elke dag letterlijk even je best te doen om iets te vinden, liever meerdere dingen, waar je echt dankbaar voor kan zijn. En ik was net bij een beauty salon en daar was de stroom uitgevallen. Nou, er was verder helemaal niks aan de hand, alles kon in principe doorgaan. Maar toch, hè, elektriciteit en water, warm water, verwarming, dat ervaren we als hartstikke vanzelfsprekend. En ik heb al hier in dit huis in het begin al meegemaakt dat we geen water hadden, of geen warm water, omdat er een leiding was geraakt. We hebben een tijdje tijdens de verhouding even geen verwarming gehad. En dan ervaar je hoe belangrijk en hoe fijn het is om warm water te hebben dat uit de kraan stroomt. En sommige mensen zullen denken: wow, waar heb je het over? Hè, dit is wel heel erg, hoe moet ik het zeggen? Liefdevol allemaal om dankbaar te zijn voor het warme water wat uit je kraan stroomt. Maar toch, het helpt mij in elk geval om in een betere mood te komen en te blijven. Bijvoorbeeld door, hè, nogmaals, het regent nu, het is helemaal niet zo warm buiten, vind ik. En ik kan echt dankbaar zijn voor de open haard, daar zit ik nu even bij. En dat Aaron bijvoorbeeld elke ochtend voor mij hout gaat halen en dat voor mij klaarzet. Nou, daar kan ik hartstikke dankbaar voor zijn. En door die dankbaarheid, door die waardering. Ja, het is ook een moment om even weer in het hier en nu terecht te komen, als het ware. Maar kun je ook extra genieten van dingen. En ik geloof echt dat je als het ware een beter mens wordt. En veel meer waardering kunt hebben voor wat is op dat moment door dankbaarheid te activeren. En ik zeg ook echt activeren. Want we leven voor 96% ongeveer, hè, op een dag op de automatische piloot op basis van allerlei
onbewuste programma's. En we chasen heel vaak door het leven zonder echt stil te staan bij wat is. En we zitten vaak in ons hoofd, in het verleden, in de toekomst, maar weinig in het hier en nu. En ik heb toen in een burn-out die ik toen heb gehad, 2 weken thuis gezeten. En toen heb ik een boekje gekocht van Weleda, Leven met de Seizoenen. Want in 1 keer stond ik letterlijk en figuurlijk stil. En ik moest toen voor mezelf bekennen dat ik de afgelopen jaren, dat de seizoenen voor mij leken wel knoppen die in 1 keer omgezet werden. Dat gewoon, ik chaste eigenlijk door mijn leven, door de seizoenen, door alles. En ik nam maar weinig waar. En in 1 keer, doordat ik letterlijk en figuurlijk even stil stond, keek ik in de tuin en ik zag in 1 keer alles. En ik zag in 1 keer dat dat er een bepaalde cyclus was in de natuur. Dat een seizoen iets is wat niet van de een op de andere dag wisselt, maar dat dat een soort proces is waar je getuige van kunt zijn. En nou klinkt het misschien een beetje apart, hè, dat je echt denkt, ja, maar wat moet ik hier nu mee? Maar dat was voor mij wel een soort kentering, een keerpunt in mijn leven, dat ik dacht, ah, dit heb ik al die jaren gewoon gemist, doordat ik vooral in mijn hoofd leefde en slaaf was van mijn to-do-lijst, om het zo te zeggen. En door daarnaar te kijken, naar de groei van de plantjes en door dat echt dagelijks te gaan doen, ik ben dat ook dagelijks gaan doen, voelde ik een zekere vertraging in mezelf. Heel positief ervaarde ik dat trouwens en nog steeds. En een soort verbondenheid toch van, ja, want hoe je het ook bent of keer, wij maken ook onderdeel uit van de natuur. En wij hebben ook bepaalde cycli en wij hebben ook bepaalde seizoenen, zou je kunnen zeggen. En ook wij, hè, dat is de titel van het boek waar ik het over had, leven met de seizoenen. Elk seizoen heeft ook weer eigen eigenschappen en die ook invloed hebben op jou. Nou, wat heeft dat nou met dankbaarheid te maken? Voor mij was dat denk ik wel het moment waarop ik intens dankbaar leerde te zijn en werd van wat ik eerder als normaal zag. En ik merk het nu ook echt, want ik doe het elke dag, stilstaan bij waar ben ik dankbaar voor? Wat kan ik nu al waarderen in mijn leven? Wat waardeer ik in mijn leven? En door ook dingen te zoeken. Dus anders ga je vaak zo'n standaard riedeltje bedenken, hè, van waar je dankbaar voor bent. Maar het gaat er juist ook om dat je jezelf traint om dingen te zoeken die je misschien nog niet had gezien. En ja, dat zorgt echt wel voor een positievere levenshouding. Vind ik in elk geval. Ja, er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Ik zei al dat het warm is, dat je schone kleren aan kunt doen, dat je wasmachine werkt. En dat zijn allemaal dingen die ook wel voortgekomen zijn uit het feit dat ik ook weet als dat even niet kan. Maar ook dankbaar voor de relaties die je hebt. Je kunt ook dankbaar zijn voor je bewustzijn. Dat je nog steeds valkuilen hebt, maar dat je bewustzijn is verhoogd of anders is. Je kunt dankbaar zijn voor de lessen die je leert, voor van alles. En ik kan alleen maar zeggen, probeer het eens. En niet 1 keer, hè, net als met heel veel dingen. Dat is eigenlijk, coaching is niet praten, coaching is werken. Coaching is denken, coaching is doen. Je krijgt echt alleen maar, alleen maar, dat is niet helemaal waar, maar bijna alleen maar lange termijn effecten, duurzame effecten, als je gaat doen. Als je met de kennis en de inzichten die je opdoet ook echt wat gaat doen. En doen zit hem in schrijven, opdrachten doen, vragen beantwoorden. Natuurlijk doe ik dat ook in de coachsessies. En dan doen we het samen. En vaak vinden mensen dat gewoon heel erg fijn, in plaats van het helemaal alleen te doen. Maar ook dankbaarheid is iets wat je moet doen. Wat je moet beoefenen. Waar je over na moet denken. En niet 1 dag. En ook niet 3 keer in de maand. Maar ja, het echt als een gewoonte gaan integreren in je leven. En ja, heel veel mensen denken, oh ja, dat is easy, dat is makkelijk, dat doe ik wel even. Ja, en dat is dus zo ons brein over het algemeen niet helemaal werkt. Het vergt wat. En daarom helpt het vaak om bijvoorbeeld deze nieuwe gewoonte, of misschien heb je het wel vaker gedaan, maar doe je het niet elke dag, om dat te koppelen aan een reeds bestaande gewoonte. Ik doe het bijvoorbeeld in mijn ochtendritueel, en die ben ik ook gaan uitbouwen op basis van het koppelen van nieuwe gewoonte aan bestaande gewoonte. Bijvoorbeeld je kopje thee of koffie of wat je dan ook drinkt, kan een ankertje zijn, een momentje waarop je
herinnert van, oh ja, dit is het moment om even één of twee dingetjes te zoeken waar ik dankbaar voor ben. Ja, dus koppel het aan iets, aan een handeling, aan iets wat elke dag als het ware terugkomt. En ja, dan zou ik zeggen, ga ervaren of het wat met je doet. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens je een hele fijne dag en kijk even of je al geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal, als je dit via YouTube luistert. En als je dit luistert via een podcast kanaal, dan kijk even of je mij al volgt en of je al een like hebt meegegeven, een beoordeling voor mijn podcast. Dat zou ik in ieder geval hartstikke leuk vinden. Misschien nog wel vragen, die kun je in de reactie meegeven. Eén keer in de zoveel tijd, dan vis ik er wat vragen uit en dan kom ik daarop terug. Ik wens je een hele mooie dag en dankjewel voor het luisteren.